Dank u wel, voorzitter. Dank aan de minister voor de beantwoording van de schriftelijke vragen van mijn fractie. Voorzitter, mijn fractie had het kabinet gevraagd te reageren op recente uitspraken van eurocommissaris Jourová. Alles wijst er namelijk op dat zij de recente terroristische aanslagen lijkt willen misbruiken voor de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie. Zij heeft op 21 januari jongstleden namelijk in het Europees Parlement letterlijk gezegd: I'm going to have to send out letters to the individual national parliaments and explain why we need the EPPO. Einde citaat. Voorzitter, de minister zegt vervolgens dat het mevrouw Jourová geheel vrij staat een dialoog te voeren met de nationale parlementen over het Europees Openbaar Ministerie. Ofwel, voorzitter, de minister vindt het dus goed dat zij de gele kaart van de nationale parlementen negeert en haar wil op dit punt probeert door te drukken. Over democratie gesproken, voorzitter. Dan een ander punt. Er is één vraag van mijn fractie onbeantwoord gebleven, namelijk de vraag of de minister wil reageren op de recente uitspraken van zijn liberale alliantiegenoot, de heer Verhofstadt. Want die heeft namelijk aangegeven dat de Europese Unie naar één Europese CEA toe moet. En de PVV had gevraagd of de minister in Riga duidelijk wil gaan maken dat hij zich hier niet in kan vinden en of hij afstand wil nemen van deze gevaarlijke uitspraken. Dus graag alsnog een reactie van de minister. Dank u wel.